Mijn naam is Shay Nicolaas. Ik ben lid van de heemkundige kring Kortesem. En samen met Jos en met Daniel zijn we momenteel bezig aan de laatste hand te leggen aan ons boek over Kortesem tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een bijzonder interesse is onder andere het feit dat op zaterdagmorgen 2 december 1944 twee V1's toch nog neergekomen zijn in ons gemeente. Nou, je moet niet vergeten, Kortesem was op dat moment al bevrijd, maar toch werden nog bommen, voornamelijk richting Antwerpen, gelanceerd door de Duitsers. De eerste is neergekomen in Bedborne-veld in het taaleinde richting Kortesem-Diepenbeek om vermoedelijk 7:30. Niet ver daarvan af woont mijn moeder in haar ouderlijk huis. Zij komt die morgen de tuin in, de bom valt en zij wordt neergesmakt. Ze houdt er gelukkig niks aan over, maar het had veel erger gekund. En wat blijkt zelfs, dat op een goede kilometer van bij haar richting Kortesem aan de kerk zelfs de ramen gesneuveld zijn. En de tweede bom is hier in de buurt van het kasteel neergekomen en waar spijtig genoeg ook 1 slachtoffer gevallen is. Jeff Adriaans, de zoon van de chauffeur en tuinman hier van het kasteel, die rijdt hier de dreef af, komt dan op de steenweg. En op de steenweg horen ze een bom, maar een beetje later valt die motor stil en weten ze dat de bom gaat ontploffen. En vanuit Kortesem komt dan Jeff Palmers aangereden. Die heeft de locomotief van de tram, dus de machines van de tram, voorverwarmd. Dat is nog een stoomtram. En die is op weg naar huis en die roept tegen Jeffke zo van: Jeffke, leg u in de gracht, die bom gaat ontploffen. En hij springt zelf in de gracht aan de rechterkant van de weg. En Jeffke springt aan deze kant van de weg in de gracht. En de bom ontploft tussen het kasteel en waar hij ligt. En door de luchtdruk scheuren de longen bij Jeffke. En dus Jeffke sterft enkele minuten later door die gescheurde longen in feite.